Goedemorgen dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Ik heb super veel zin in vandaag. Ik heb er al de hele week naar uitgekeken, want ik ben vandaag uitgenodigd samen met drie vrienden bij O'Leary's. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Het is een soort gamehal. Je kunt er eten, je kunt er karaoke doen, je kunt er bowlen, je kunt er met een shuffleboard spelen. En dat gaan wij vandaag allemaal doen. Super veel zin in, dus ik ga de eerste gast ophalen die meegaat. En dan gaan we straks vertrekken met z'n allen. De tweede gast is nog aan het werk. En de derde gast die komt straks ook naar hier. Dus ik heb er echt zoveel zin in, mensen. Let's go! Dus ik ben de auto ingestapt en we zijn bij de eerste gast. Even parkeren hier. En dan gaan we hem eens bellen. Zeggen dat we voor de deur staan. Hallo? Hallo, je bent al weg zonder mij. Ja. Ah, dat is goed. Nee, ik ben direct daar. Dat was de tweede gast. Die moeten we niet hebben, dus even de eerste bellen. Can I call you later? Yes. Oké. Okay. Oh, ik zie hem al, daar komt hij. Ik ben eens benieuwd of hij überhaupt in de auto past. Yo, what's up? Yo, what's up? Heb je er zin in? Heel veel zin in. Ik ook, man, let's go. Lekker choppen. Lekker bowlen. Lekker karaoke. De bowlen was ik al vergeten. Maar we gaan zoveel dingen doen vanavond. Ja, dames en heren, de eerste gast is Siebe. De rest is nog niet heen. Spannend, weet jij het al? Nee. Op naar huis. En daar is de tweede gast. Hey. Kijk toch eens. Jij ziet er zo ready uit, hè. Ik zie gewoon dat jij heel die karaoke daar gaat overnemen. Ik zie dat gewoon aan je outfit. Ik denk het niet. En hij heeft hier al een perfect sportjasje aan voor te bowlen natuurlijk. Man, zo voorbereid allemaal, hè. Lekker knus met z'n allen in de auto gestapt. En daar is de vierde gast. Of de derde eigenlijk, want ik ben de vierde. Hallo. Zit je er klaar voor? Ja. Spannend. Zijn jullie ready? Zijn jullie ready? Oh man, toch. Met deze bende gaan we gewoon bowlen, zingen en shuffleboard. En lekker eten eerst. Daar zijn we dan, mensen. O'Leary's. Ik hoop dat ik het goed uitspreek trouwens. Bowling and games, sportbar, restaurant. Spannend, toch? Ja, hoor. Het is gewoon nog geen 2 weken open, denk ik. Kijk, ze zijn al heel sportief. Wauw. Met de trap, 12 calorieën. Dus dan gaan we de trap nemen, hè. Wel mooi verlicht dan. Oké, mensen, we krijgen momenteel een rondleiding. Wat vind je er al van? Ja, het is wel groter. Het is echt insane groot hier. Kijk, dat gaat hier maar door en door. Dat is toch echt cool. Oké, dames en heren, we zitten aan tafel. We hebben net al een hele rondleiding gehad. Het zag er echt super nice uit. We hebben alle karaoke bars al gezien. Allemaal verschillende thema's. Zag er echt super nice uit. Super gezellig. Dus daar heb ik super veel zin in, want dat gaan wij dus zo meteen ook doen. Ja, dan hebben we nog een rondleiding gehad van de bowlingzaal, de arcadehal, de poolhal. Je kunt hier ook poolen. Hier is een bar. Het is zo groot hier. Dat is echt insane. Maar we zitten hier dus nu met z'n allen aan tafel. Iedereen zit op zijn gsm, want je moet hier dus een QR-code scannen en dan kun je bestellen. En kijk eens wat er al op het menu staat allemaal. Dat ziet er toch goed uit? Heb je al een idee wat je gaat eten? Nee. Het is echt moeilijk. Er is zoveel keuze ook gewoon. Ja. Ik ga ook even scannen, dan kan ik ook even meekijken. Kijk mensen, ik heb hier ook zo'n mooi bordje gekregen. Smakelijk. De naam staat erop, zijn een vaas. Eerst hebben we dus om 7 uur eten, dinner. Om 9 uur karaoke, 10 uur mogen gaan bowlen en om 11 uur mogen op het grootste shuffleboard ter wereld. Dat wordt echt vet, daar heb ik echt zin in. Waar heb jij het meeste zin in? Van de drie? Ik wil die bowling, joh. Die banen zijn... Ja, die was chic, hè. Ja, ja, die zien jullie zelfs, mensen, dus het is echt heel vet daar. En daar is het eten al, dames en heren. Net besteld. Kijk eens. Wow, maat. Wow, dat is echt goed. Kijk eens aan, dames en heren. Wauw. Dit ziet er even goed uit. Kijk mensen, dit zijn gewone frietjes, maar... Maar wat zijn dit eigenlijk? Oranje frieten? Zoete aardappelfrietjes. Zoete aardappelfrietjes. Oh, nee, echt lekker. Lekker? Wat heb jij eigenlijk? Dat is hij is al aan het eten ook gewoon. Hier ben ik terug. Ik heb hier een lekker lapje kip liggen. Van op de grill. Met worteltjes en puntjes. Lekker hoor. Ja, het ziet er wel echt goed uit mensen. Ik heb een baconnaise. Iets met bacon en mayonaise. Dus het ziet er echt top uit. Hier op dat vlagje staat ook freshly made food for fans. Want ze noemen hun... Klanten, dus niet klanten, maar fans. Dus dat is een leuk weetje. Wow. Klaar voor een juicy beeld. Kijk hoe juicy die burger is.
Oh, yes. Dat ziet er toch lekker uit, man. Oké, we gaan een taste test doen, mensen. Eens kijken of dit lekker is. Het is wel echt... Oh, kijk dit. Perfect. Mijn ook echt. Allee. Deze is echt lekker. Sibbe gaat ook proberen de burger in zijn mond te krijgen. Wauw. Ik vind het bestoeien, man. Ja, lekker. Ja, het is echt top dit. En bo, is het lekker. Kijk haar hier zitten, mensen. Oh my god. Typisch bo ook weer, hè. Gewoon de hele saus hangt op je blouse. En daar komt het dessert alweer, dames en heren. Super. Daar gaan we lekker oppuzzelen. En het dessert wordt natuurlijk getest door de dessertliefhebber bo. De ijsliefhebber bo. Liefhebster. En eerste reactie. Ja? Er zitten ook allemaal M&M's. Een combinatie van chocola, aardbeien, slagroom, Smarties. Ja, het is een heel kleurendinges. Kleurencombinatie. Echte zondag. Ik ga natuurlijk ook eens even proeven. Wow. Een heel smaaksensatie. Lekker, hè? Heel lekker. Sibbe krijgt er niet genoeg van, hij eet bijna zijn bord op. Is het zo lekker, hè? Nee. Dat van Lasse van Boog nog even opeten. Oh, deze man. Oké, dames en heren, we zitten nu in de karaoke room. We hebben net lekker gegeten. Sibbe is nog aan het bekomen van het lekkere eten. Kijk, we zitten. Oh, je hebt zelfs microfoonstanden. Kijk hoe cool dit is. Oké, welk liedje wilt je? We gaan hier eens even kiezen. Ja, ze hebben hier dus 40.000 of ongeveer 40.000 liedjes die we kunnen kiezen. Dus dat gaat echt oneindig door. Nou, waar gaan we mee beginnen? Kiest jij eens een. Je kunt hier dus ook het volume en zo... Je kunt hier het volume regelen van de micro's en zo. Hier achtergrondkoor. Yo, dat gaat echt... Dat is echt wel sick. Dat is toch geweldig. Kijk, daar zijn ook de teksten. En hier. Wauw, guys. Ik check nog even het volgende liedje. Kies nog eens iets. Kies nog eens iets goed. Deze man. Deze man. Dit is toch geweldig. TV is uit, dus ja, het zit erop. Heb je goed gezongen, Sibbe?
De stembanden doen er van pijn. Nu gaan we eindelijk eens goed bowlen. Alright, dames en heren, kijk eens hoe fancy deze schoenen zijn. Dit zijn natuurlijk bowlingschoenen, dus wij gaan even lekker bowlen. Ja. Kijk hoe mooi het hier trouwens is, mensen. Echt heel vet. Zullen we het zien? Wat is fout? We beginnen, dames en heren. Hola, hola, hola. Bijna strijk, bijna strijk. Nu gaat de meester van de maestro van bowlen natuurlijk. Allee, hey, succes, hè. Zeer man. Daar gaat hij. Wow. Ene om. Hola, disco hier, disco. Doe nog eens. Oh, wat power daarachter zit. Dat kan niet. Nog eentje. En daar gaat Bo. Waar gaat ze gooien? Oeh. Iets te veel naar links. Moment van de waarheid. Jij gaat een strike gooien. Ja. Ready? Let's go, man. Let's go. Let's go. Ja, 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 ja. Wauw. Wauw. Wat een snelheid. Wat een snelheid. Oké, okay, Gijs de man zegt watch and learn. Dus dat gaan we ook doen. Wauw. Wat een snelheid. Wow. Kom aan, man. Gooi alsjeblieft één keer die strike. Yo, Bisse en Vlogs. We zijn hier vandaag bij O'Leary's. En we gaan dat hier rap oplossen. Let's go. Hij gooit ook zo hard, hè. Bijna. 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 Kom aan, man. Gooi nog even die spare. Gooi die erin. Kom aan. Oh. Nice. Laatste keer, kom aan. Laatste shot. Dit is uw shot. Let's go. Daar gaat hij. Wauw, rechtstreeks de goal in. Nee, is niet erg, man. Geen kut, geen kut. Wauw, even frisse lucht scheppen. Hoe vinden we het tot nu toe? Bowling heel leuk, ondanks ik het niet goed. Komt goed. We zullen nog eens komen oefenen hier. Ja, bowling was wel goed. Ik heb me goed herpakt. In de is uw stem al bekomen van het zingen? Oh, dat zingen ja, goed gedronken dus. Dat zingen was fijn, hè. Eerlijk. Hé, hey, maar boys, we hebben nu al goed gegeten hier. We hebben al gezongen, we hebben gebowled. We gaan zelfs nog op het shuffleboard. En kijk eens wat ik even nog geregeld heb. Kaartje, dus we gaan ook nog in die arcade hal. Serieus? Ja. Wauw, joh. Is het daar? Ja, maat. We gaan gewoon spelletjes spelen. Kom, hè. Kom. Het is ook echt zo'n coole inkomhal, dames en heren. Echt vet. Kijk eens aan, dames en heren. Het zand wordt er voor ons opgelegd. We gaan hier even een spelletje spelen. Zit je er klaar voor? Dit is dus de langste shuffleboard, of het langste shuffleboard van de wereld. 6 meter lang, weegt een halve ton en hebben ze 6,5 meter. En ze hebben dat met 14 man naar boven gedaan. Dus let's go. Welke kleur zijn jullie? Blauw. Jullie zijn team blauw? Ja. Let's go, dan zijn wij team rood. Het is dus de bedoeling, aan de andere kant heb je deze ook. En je moet zo dicht mogelijk aan de eindstreep. Dus er net niet af eigenlijk. Dus let's go, Sibbe. Laat eens zien hoe het moet. Dat is wel af. Wauw, kijk hoe ver dat doorgaat. Je moet trouwens ook eerst over die achterste heen. Ah, die daar. Veel te zacht. Oké, oké, oké. Gijs heeft ook even gegooid. Gaat hij over de streep? Oh, net niet. Je moet er dus af. Ja, ja. Daar gaat Bo. Het is eigenlijk best nog wel moeilijk om gewoon rechtdoor te gooien. Besefte ik net. Oh, net niet. Sibbe gaat ook eens gooien. Sowieso al over de streep. Oké, team blauw heeft nu 3 punten. Hey, let's go, man. Jij kunt het. Oh, die gaat eraf gaan. Oh. Oh. Hoe dan? Ja, beter gaat niet gaan, hè. Let's go, Goed, hoe goed ben ik hierin? Let's go. Daar komt Gijs. Gijs gaat er los over. Kom aan, concentratie. Oeh, gaat hij erover? Hij zit sowieso al in de 1. Ja, daar komt Sibbe weer. Oeh, bots. Maar dat is goed voor ons, hè? Oh, die gaat er wel af. Maar we hebben wel 7. 7, let's go. Zij 1, toch? En dat kunnen we dus hier ingeven op deze knoppen.
Doe maar eens voor, Bo. Kijk, en dan verandert dat daar op het scherm. Het is wel echt nice, dit. Oh. Dit is zo fijn om te doen, hè, mensen. Dit zijn dus hele zware pucks. En je ziet ze allemaal balletjes liggen. En daar rolt hij dus over. Dat is echt fijn. Moet ik eentje met effect doen voor de vlog? Doe dat. Doe het geen iets gek. Met een twist, hè. Wauw, hij rolt helemaal naar achter en volledig eraf. Dat is een statie, vijver. Dat is vijf. Ja. Dat is goed zo. En die gaat er... Jawel, wow, wow, wow. Die is nog wel best goed. Kijk eens, in de 1. Perfect. Helaas. Oké, mensen, dit is de score. 10 voor Bo en mij. Nee, wacht. Wie is welke kleur? Wij zijn rood. Wij zijn rood, dus we hebben al 13 punten. De rest heeft 10 en het is voor het eerste 15 punten, dus let's go. Wauw, jij schooit gewoon op die 3. Jij kan dit, bro. Let's go. De eerste keer dat het mij gelukt is. 4? 4, ja, let's go. Oh. Hey, waarom zit je altijd goed in die spelletjes als ik niet film? Kijk hem hier. Gewoon op de rand. Dat is gewoon perfect, hè. Daar komt Bo erbij. Als die duwt, hè. Oh! Boom, we hebben gewonnen. Daarom flikkert het ook. Goed gedaan. Box. Het... Wow! Het is tijd, dames en heren, voor de Arcade Hall. Let's go. Siebe tegen Gijs. Ze zijn nu bezig met air hockey. Is het air hockey? Ja, hè. Wauw. En Siebe scoort. Hier, let's go. We gaan even basketbal. Kaartje op. Nu gaat Siebe, ronde 2. Let's go, man. Oh, dat beweegt ineens. Nog moeilijker. Nu is dat ding aan het bewegen hier. Bo gaat hier ook even proberen met de basketballen. Dit is echt fijn. Ondertussen is Siebe hier nog steeds goed bezig. Bo gaat ervoor. Let's go, Bo. Hoi, yo. Ik gooit hier gewoon alles erin. Oké, 92, maat. Goed bezig. Gijs gaat een aanloop nemen. Ja. Oh, net niet. Ja, ronde 2. Het record is 306. Dat moeten jullie verbreken. Kom aan. Kijk ze gooien, dames en heren. We zitten aan 60. We hebben nog 20 seconden. Dan zit je daar. Nog 16 seconden. Wow. Ballen vliegen hier in het rond. Kom aan, kom aan. Tik even die 100 aan. We zitten op 80. 3 seconden, kom aan. 90. Oh, net geen 100. Leuk. Dat is leuk, hè? Dit is echt iets voor u. Dit kunt jij goed. Laat het even zien. Waar is die kaart? Dat is voetballen. Ja, top. Even op de knop. Laat ze zien hoe het moet. Laat ze zien. Deze man. Hoi, yo. 916. Daar gaat Gijs. Verbreek het, hè. Verbreek het record. Deze man. 898. Let's go. Tik even die 1000 aan dan. Tik even die 1000. Let's go, man. Hij slaat zo hard. Minder. Allee, Gijs gaat ook nog eens. Tikken we even nog eens. Ja, dat is de goede. 920. Oké, okay, Siebe moet weer zijn record verbreken natuurlijk. Siebe kan er niet tegen elkaar niet slaan. Ja, inderdaad. Siebe kan er niet tegen dat Gijs harder slaat, dus... Kom aan, man. Let's go. Al uw kracht. Al uw kracht. Nee. Maat. Hij slaat per ongeluk al. 136. Daar gaat hij. Oké. Jij slaat gewoon harder. Oh, yo. Oh,
Kom op, sneller. Eerste score. Sneller op kop. Kom op, hoor. Iets sneller. Kom op. Sneller. Ja. Score. Oh, yo, net iets meer. Net iets meer. Volgende spel. We scannen de kaart en Siebe en Gijs gaan hier even slaan. Wat is de score? Gijs heeft 594, Siebe 150. We gaan ook eens even het reactievermogen testen van Siebe en Gijs. Dus we gaan hier nog eens klikken. Boom. Let's go boys. Op de lichte knop duwen. Het is zo moeilijk eigenlijk, hè? Dat lijkt makkelijk, maar als je in die game zit, hier zien jullie de score. Siebe staat voor. Kom aan, boys. Ja, man, let's go. Gijs staat voor. Wie, Gijs? Ja. Hoezo? Gijs staat met 130, jij met 110. Nee, dat is veel meer, hoor. En we gaan nog even bijlen gooien. Gijs gaat laten zien hoe het moet. Oh, volledig ernaast. Hoger. Wow, yo. Ik ga ook eens, dames en heren. Let's go. Hola. Zijn er geen enkel probleem. Laat het even zien. Laat het even zien. Kom aan, Bo. Don't throw. Don't throw. We moeten even wachten. Tot de cirkel vol is. Ja, let's go. Wow. Beter als mij. Ik ga ook nog eens. Oh nee, wat is dat hier allemaal? Oh, 42 is de score. Zo, dames en heren, wij staan weer buiten. We gaan het pand verlaten. We gaan O'Leary's verlaten. 4000 vierkante meter staat het daar. Het is echt super groot hier, hè? Ja. Maar het was wel echt super fijn. Ik heb de beste avond van mijn leven. Wauw, dit is insane dat dit gewoon een Hasselt is. Het is echt super leuk. We hebben ook dus nog een plaats, zoals jullie zagen, de arcade of arcadehal mogen gebruiken. Was echt. Dat was echt fijn. Yeah. Al die spelletjes, alles, ja, alles. De bowlen. Gewoon het grootste shuffleboard. Gezondheid. Maar even serieus, maat. Hoe lekker was dat eten? Dat eten, dat was goddelijk. Dus je kunt daar niet alleen spelletjes spelen, bowlen, zingen. Maat, je kunt daar zoete aardappelfrieten chappen, jongen. Insane, hoe lekker. Niet normaal. De verantwoordelijke vandaag had ook nog uitgelegd aan ons dat dat echt met speciale grills wordt gebakken, dat vlees, boven en onderkant. En daarom was het echt. En mensen, ik heb zelfs mijn kaartje nog. Er staan nog enkele punten op. Wat wil zeggen dat we zeker nog eens gaan terugkomen en deze gaan inzetten op een regenachtige dag of zo. Dus vergeet niet te abonneren, zou ik zeggen, want ja, we komen binnenkort nog eens terug. En als je meer van dit wilt zien, subscribe, zet het belletje aan. En dan komen we nog eens spelen, hè? Ja, ik vond het zo leuk. Oh, het was echt nice. 100 keer bedankt. Inderdaad, wat Bol zegt, dikke shout-out naar O'Leary's. Zoek het even op, zet even een linkje in de beschrijving, want dankzij hun mochten we vanavond lekker eten, bowlen, karaoke, alles wat je gezien hebt. Dus dikke shout-out naar hun. Zo, dames en heren, wij zijn weer lekker thuis en wat een avond hebben wij gehad. Dikke shout-out naar O'Leary's. Trouwens, jullie zullen waarschijnlijk wel afvragen, waarvoor staat die naam O'Leary's? En dan vroeg ik mij ook af, dus ik heb dat even gevraagd. De uitvinder van O'Leary's, dat is een Zweed en die heeft een tijdje in Boston gewoond. Die heeft daar zijn vrouw leren kennen en die noemde O'Leary. Dus daarvan komt de naam O'Leary's. Er is dus blijkbaar al zo eentje in Gent, maar dit is dus de eerste in Hasselt. Ze zijn nog maar 2 weken open, maar het volk stroomde maar binnen. Het bleef aan binnenkomen. Het was denk ik 1 uur als wij vertrokken en er stond nog steeds een rij aan mensen. Dat is echt insane. Maar dikke shout-out naar hun dat we mochten langskomen. Ik heb echt een superleuke avond gehad, superleuke video gemaakt ook. We hebben weer goed gelachen, we hebben goed gegeten, leuke spelletjes gespeeld. En ik zou zeggen, ga er zeker eens een kijkje nemen. Het is echt de moeite. Dus het is iets heel anders, een heel andere beleving. Het is echt super nice. Leuke sfeer, leuke mensen. Dus ga zeker eens checken. Ik zal een link in de beschrijving zetten als je het dus wilt bekijken. En ja, het is niet dat omdat ik mocht gaan dat ik zo goed zit te praten. Maar het is gewoon oprecht echt top daar. Dus ja, nogmaals, shout-out naar hun voor een leuke samenwerking. Maar dames en heren, wij gaan slapen, want we zijn moe van alle leuke spelletjes te spelen. Dus vergeet niet te liken en te reageren. Vergeet ook niet te abonneren. Want binnenkort gaan we dus waarschijnlijk nog eens terug. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur in een gloednieuwe vlog. Ciao!